een soort van ragfijne strategie, waarbij Hoekstra Rutte gebeld heeft en zegt, moet je eens horen, maar het zou me wel goed uitkomen om nou net de suggestie te wekken dat het allemaal niet zo serieus genomen moet worden. In feite een opzetje. Je hoeft niet zo heel lang naar Hoekstra te kijken om te zeggen dat hij in ieder geval helemaal niets te maken heeft met agrarisch Nederland. Het Verlossum, kunt u mij horen? Maarten, nog steeds op Texel. Het is de tweede week van je vakantie nu, hè? Ja, ik zit nog steeds op Texel. Dus ik ga nu, wat is het vandaag, zondag. Je raakt ook een beetje de tel van de dagen kwijt. Sowieso als bejaarde. En dan zeker als je als bejaarde met vakantie bent. Wat eigenlijk heel idioot is, omdat je in zekere zin altijd met vakantie bent. Maar dit is wel extra vakantie. Omdat dat bij ons natuurlijk ook gerelateerd is aan de vakantie van de kleinkinderen. Dat speelt een rol. En we zitten nu op Texel. Ik ben van plan om aanstaande donderdagavond te vertrekken. Want dan is het wat minder druk bij de boot, hoop ik. Vrijdag is het dan altijd weer druk. Omdat al die huisjes en zo, die wisselen op de vrijdag en zaterdagen. En nou ja, we zijn nu zeer tevreden met het weer. Het is nu typisch Hollands zomerweer. Er staat hier een briesje. Een fors briesje, maar toch wel een prettig briesje. De lucht is blauw en zijn her en der witte wolkjes. Het is niet te warm. Wat is dat een onbeschrijfelijke zegen. Het was de eerste dagen natuurlijk veel te warm. Steeds, ook hier binnen in dat huisje was het steeds 29 graden of zo. 30 graden, heel onaangenaam. Het is een raadsel waarom mensen sowieso naar nog warmere streken vertrekken. Niet waar, als je denkt dat de warmte hier al betrekkelijk onaangenaam is. Maar goed, dus ja, wat betreft het, de tevredenheid is wat betreft het weer groot. We zitten ook op een rustig deel van Texel, dat moet ik er nog even bij zeggen. Ik zit hier tussen de Waal en Oosterend en je hebt rondom een prachtig, rustig, groot, vrij uitzicht. Weliswaar staat er ook wel een maisakker. Je weet, ik heb enorme hekel aan mais, omdat mais is het einde van je uitzicht, want mais wordt zo hoog dat het uitzicht erdoor verpest wordt. Maar goed, de mais die gaat weer verdwijnen. Ik moet ook niet al te veel piepen. Vakantie. Laten we het daarop houden. Het is ideaal Nederlands zomerweer. Mooier kun je het niet krijgen. Kijk, nou, dat is mooi om te horen. Heb je ook nog, daar is de vakantie natuurlijk ook ideaal voor, om te lezen. We hebben het de vorige week over de Strongman gehad. Heb jij in de tussentijd nog interessante boeken gelezen die je wilt delen? Ja, ik ben nog bezig aan een boekje over de evolutie, maar dat had ik nog niet uit. Want ik heb verder nog een enorm spannende detectives gelezen, waar ik nu meteen even de naam van kwijt ben. Dat had ik natuurlijk even op moeten schrijven. En ik ben weer begonnen aan een nieuw exemplaar van die reeks van die Anne Graves, waar ik het al over had. Dat zijn detectives die op de Shetland-eilanden spelen. Dus ik heb mezelf wat betreft het lezen eigenlijk ook een beetje vakantie gegeven. Dus ik bepaal mij eigenlijk tot het lezen van detective romans. Maar ik hoop weer aan de slag te gaan met die evolutie. Ja. Laten we even kijken naar wat dingetjes die opgevallen zijn deze week in de actualiteit. Als eerste misschien maar het CDA die stikstofpeiler en die plannen voor 2030 loslaten. Ja. Ja, wat moet je daar nou van denken? Is dat een soort van schot voor de boeg? Want het wonderlijke is natuurlijk dat die zei, ja, we hoeven het allemaal niet serieus te nemen. Die limieten en die data en zo. Dat kon allemaal wel wat ruimer geïnterpreteerd worden. En tegelijkertijd heeft hij niet gezegd dat het kabinetsbeleid zou veranderen. Hij zegt dat hij dat vindt. En als er werd ook in de krant op gewezen dat hij dat zegt als leider van het CDA. Omdat ze natuurlijk een diepe doodsnood leven. Dat ze bij de provinciale statenverkiezing een enorme afstraffing te wachten staat. Dat is natuurlijk wel vrij begrijpelijk. Maar tegelijkertijd moet je zeggen, het is not done. Om, laten we zeggen, een ander beleid aan te bevelen als je lid bent van het kabinet. Want het kabinet moet met één mond spreken, zoals dat heet. Je kunt natuurlijk ook denken, is dit een vilijne strategie die eventueel het CDA zou kunnen helpen en die tegelijkertijd ook een soort opening biedt naar, misschien moeten we het allemaal niet al te streng opvatten. Misschien zit er wel wat ruimte in dat beleid. Want dan moet je natuurlijk ook nog je andere leden van het kabinet, die maar jongens zo gek krijgen, om zich in die richting te ontwikkelen. Dus mij is het niet helemaal duidelijk of Hoekstra en
En Rutte daar achter ons alle ruggen over gebeld hebben. Zo van, het zou wel een leuke stap zijn. En dat, nou, dat geeft wat beweging. En wie weet, kunnen we daar wat mee? Of dat Rutte inderdaad meent wat hij zegt. Namelijk dat het op de grens was van wat een lid van het kabinet zich nog kan voorloven. Ik zou zeggen, als je het eigenlijk volledig oneens bent met een serieus onderdeel van je kabinetsbeleid, dan moet je natuurlijk kijken uit het kabinet stappen, maar het is duidelijk dat ze dat niet gaan doen. Vandaar deze wat wonderlijke hybride, een schot voor de boeg, laten we zeggen, met losse vlodders. Ja, dat was vrijdag de eerste ministerraad na de zomervakantie weer. Hè? En er waren ook stemmen die toch zeiden, dit is een enorme bom onder dat kabinet. Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien, maar ik zie eerlijk gezegd, dit is natuurlijk niet een kabinet wat zich op korte termijn zal opblazen. Gezien het feit dat de deelnemers aan het kabinet of de deelnemende partijen natuurlijk bij eventuele nieuwe verkiezingen dreun op dreun zouden krijgen. Dus die zullen voorlopig de zaak wel niet, niet beëindigen, denk ik zo. Dat lijkt mij strategisch bijzonder onverstandbaar. Ja, maar D66 heeft toch gepikeerd, gereageerd en hebben gezegd dat is toch uiterst opmerkelijk wat hier gebeurt. Ja, nou ja, het is opmerkelijk is het zeker. Het is voor velerlei interpretaties vatbaar. Ik zou niet durven te beweren welke de juiste is. Het lijkt me primair gestuurd door CDA. Paniek natuurlijk. Op eigen opvatting is het CDA eigenlijk als grote besturende partij al lang reddeloos verloren is. Maar we moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt in de toekomst. Ja, dus jij denkt niet dat dit een draai is voor het CDA waarmee ze weer kiezers aan zich gaan binden? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Het lijkt mij dat een deel van de kiezers toch waarschijnlijk naar dat BBB-gedoe zal overlopen. Althans, typische CDA-kiezers. Hè? Ja. Ja, vergeet niet, het CDA had natuurlijk een stevige basis op het kleinsteedse Nederlandse platteland. Er zijn toch wel politieke actieve CDA'ers die hebben gezegd, we zijn toch wel blij met deze uitspraken van Hoekstra. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Als je in zulke doodsnood leeft, dan is alles niet waar. Elke ademteug is mooi en meegenomen. Maar het blijft een beetje een rare vertoning, als ik zo vrij mag zijn. Mm. Je kunt zeggen, sorry, we hebben bij de kabinetsonderhandelingen dingen afgesproken waar we nu plotseling helemaal niet mee eens zijn. Eerlijk gezegd zou ik dat ook nog vrij stomzinnig vinden, omdat je dan met zoveel woorden zegt, verzwichten voor de intimidatiepolitiek van de boeren. En alles wat daar omheen hangt in feite. Dus ja, ik, nogmaals, kan ook een heel strategische zet zijn. Het is mij niet helemaal duidelijk. Het hoort niet, laten we het zo zeggen. Ik vind dat het kabinet wat naar buiten uitstraalt, dat het oneenigheid onderling heeft, dat is niet in de haak. Sowieso is dit een kabinet wat nou niet een ongelooflijk indrukwekkende indruk maakt. Het wordt natuurlijk ook tijd dat ze een serieus beleid bepalen ten aanzien van de compensatie van die inflatorenontwikkelingen. Ja, en wat betekent dit voor die hele stikstofdiscussie met al die belangengroepen, denk je? Nou ja, kijk, die belangengroepen hebben al meerdere malen ook in dat overleg met Remkes gezegd dat ze helemaal niet van plan zijn om concessies te doen. Voorlopig heeft eigenlijk iedereen gezegd dat niemand bereid is om concessies te doen. Ja, tenslotte zullen, denk ik, velerlei partijen toch een soort van concessies moeten doen. En dat geldt zowel, niet waar, voor de intimidatieboeren, om ze even zo te noemen, als voor andere partijen in dat overleg. Het overleg, ja, je moet vooral overleggen met elkaar. Zolang we niet van plan zijn om elkaar te gaan beschieten, is het zaak dat je in gesprek blijft en dat je probeert een consensus te vinden. Als iedereen zegt, wij zijn overal tegen, ja, dan stopt het een beetje. Hè. Dan moeten er uiteindelijk dwangmaatregelen worden genomen. Otis van, dat is een hele rare naam, Otis Vegan Vibes. Oh, Otis Vegan Vibes staat er. Die zegt, wil Wopke Hoekstra zieltjes winnen bij de boeren door middel van zijn uitlatingen in het AD? Groetjes van Anita uit Tilburg. Ja, op het eerste gezicht denk je natuurlijk, hij wil zieltjes winnen. Omdat natuurlijk, ja, de CDA verkeert in doodsnood. Ik bedoel, je hoeft maar naar de cijfers te kijken en dan begrijp je waarom dat zo is. Maar je kunt ook natuurlijk een soort van ragfijne strategie waarbij Hoekstra
Rutte gebeld heeft en zei, moet je eens horen, maar het zou me wel goed uitkomen om nou net de suggestie te wekken dat het allemaal niet zo serieus genomen moet worden. En dan heb dat creëert in feite uiteindelijk voor jou ook ruimte. En dan heb jij het niet gedaan, maar dan kan en dan wordt deze, nou ja, kortom, dat het een, in feite een opzetje is. Who knows? Ik weet het niet. Ik durf het je niet te zeggen. Hoekstra is natuurlijk een zeldzaam gering getalenteerde politicus. Die eigenlijk van de ene blamage naar de andere struikelt. Dus het zou kunnen zijn dat het gewoon stom is. En dat het niet een opzetje is met Rutte. En Hoekstra wil zich natuurlijk echt een beetje als leider presenteren nu. Hè? Onderweg richting de volgende verkiezingen. Ja, maar dit is niet de manier om dat te doen naar mijn idee. Ik ben ook bang dat hij op een moment is ingestapt. Dat er weinig aan het CDA te redden viel en dat hij, als dat nog mogelijk was, wel degene is met het slechtste profiel om het CDA te redden, omdat de Hoekstra bij uitstek een elitaire technocraat is. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, hij weet natuurlijk ook, Rutte gaat zo meteen weg, dan moet iemand in dat gat gaan springen, misschien ben ik dat wel. Nou, hij was niet. We moeten hier wel zorgen dat het CDA de grootste partij wordt. De enige die in het gat van Rutte kan springen, is de leider van de grootste partij. Dus dat is zaak. Naar alle waarschijnlijkheid is dat weer de VVD. En dus voorlopig springt er niemand in dat gat, omdat Rutte er niet uitgesprongen is. Ja. Sterker nog, ik vermoed dat Rutte ook, als dit kabinet zou sneuvelen, weer opnieuw minister-president wordt. Van hoe ver zijn we nu? Rutte 1, 2, 3, dit was Rutte 4, hè? Ja, Rutte 5 wordt dat dan. Dat wordt Rutte 5, ja zeker. Hoekmans heeft daar ook een vraag over. Die vraagt via Instagram, is Wopke slim of vals? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Wopke niet dom is. Maar dat Wopke geen geboren politicus is. Weinig feeling heeft voor wat in politieke situaties wel en niet kan. En wat verstandig is en niet verstandig. Daar hoef je namelijk helemaal niet zo verschrikkelijk slim voor te zijn. Dan moet je een soort feeling moet je daarvoor hebben. Ik bedoel, we nemen maar Ronald Reagan. Hè. Bepaald niet een van de snuggerste mensen van deze planeet. Ja, maar wel iemand met geweldige politieke feeling. En ja, ook een soort uitstraling, waardoor die, niet voor niks werd hij een Teflon-president genoemd. Ja, en Hoekstra is ook de McKinsey boy, hè? Zo wordt hij ook wel eens genoemd. Ja, dus een technocraat. En ja, je hoeft niet zo heel lang naar Hoekstra te kijken om te zeggen dat hij in ieder geval helemaal niets te maken heeft met agrarisch Nederland. Nee. Ja, er is ook nog een vraag met Kort in de Keuken, zo is de afzendernaam. En die heb je eigenlijk al gezegd van, wat denk je dat er een kabinetscrisis nu hieruit voortkomt? Maar dat denk je dus niet, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja. Zolang natuurlijk de deelnemende partijen, D66 staat er bij mij weten slecht voor, dan ja, het CDA dramatisch. Want dat zit natuurlijk en rekent nu met die provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. En ik weet niet hoe de VVD ervoor staat. Ik volg ook al die peilingen niet zo. Je moet ook enorm uitkijken natuurlijk dat je tussentijdse peilingen, dat je die niet gaat voor absoluteren. En de politiek kunnen dingen in een paar maanden grondig veranderen. Peilingen zijn geen uitslagen. Ja, oké. Ander onderwerp is de Vuelta. Het was, ik weet niet, heb je gisteren een beetje televisie zitten kijken nog? Nee hoor, ik kijk helemaal geen tv. Ik kijk op mijn laptop, ik lees stukjes op mijn laptop. Als ik al een film wil zien, doe ik dat op mijn laptop. Ik ben een laptopverslaafde. Oké, maar heb je de beelden gezien nog? Een laptop is 100 keer leuker dan televisie. Een laptop geeft zo ontzettend veel meer mogelijkheden. Ik begrijp helemaal niet waarom mensen niet een goede laptop kopen en daar hun media belangstelling op richten. Ja, ik heb over die Vuelta natuurlijk van alles gelezen. Op het net en dat er veel belangstelling voor was en zo. En je weet hoe ik denk over het starten van grote wielerrondes, buitenlandse wielerrondes in Nederlandse provincieplaatsen. Daar ben ik geen voorstander van. Sterker nog, ik vind het een volkomen absurd verschijnsel. Je weet hoe dat komt. Die wielerrondes die worden dik betaald voor zo'n startplaats. En die startplaatsen die hebben dan die bekende retoriek van wij willen. U kiest maar Assen op de kaart zetten, Utrecht op de kaart zetten.
Ik heb al meerdere keren betoogd dat dat in Utrecht absoluut niet nodig is. Het is een snelst groeiende stad van Nederland. Het is een stad die zich ook wat betreft werkgelegenheid en laten we zeggen, de variabiliteit van het bedrijfsleven zeer gunstig ontwikkelt. Dus echt, Utrecht hoeft helemaal niet op de kaart gezet te worden. Ja. Kijk, als je nou nog zegt van laten we dan maar starten in, weet ik veel, in Venlo of in Enschede of zoiets dergelijks. Niet waar, dan zeg ik, dan heb ik er geen last van. Maar ik vind het hele idee, vind ik eerlijk gezegd, verwerpelijk. Laat de ronde van Spanje in Spanje beginnen. Ja. Ruim 250.000 bezoekers waren bij de start van de Vuelta in Utrecht. Er stond rijen dik. Ja, bovendien, dat is nog een ander punt. Er is aan die wielrennerij geen zaak te zien. Ze gaan hard, ze flitsen voorbij. Ik zou daar nooit naar gaan kijken. Waarom zou je daar naar gaan kijken? Alles. Je ziet al dat soort van dingen zie je op televisie beter. Dat geldt ook voor het sommervoetbal. Dat zie je op de televisie een stuk beter dan wanneer je in zo'n stadion zit op honderden meters afstand. Ja. Ja. Maar dan blij als je de bal ziet. Ja. Nou, dat is toch een beetje de beleving ook, hè, van mensen dat ze zeggen van Ja, dat hoor ik altijd zeggen. Ja, ik heb heel fijne beleving thuis achter de laptop. Oké. Nou, de reclamecaravaan die je dan ziet en natuurlijk die renners die voorbij flitsen. Ja, god, ja, je weet hoe het zit. Het grootste deel van de mensheid verveelt zich een groot deel van het leven de takken. Dus dan is elke vorm van opwinding, hoe onbenullig ook, die geeft tevredenheid. Ja, we hebben trouwens wel nog wat berichtjes gekregen van mensen die vonden het wel interessant om ons wat te vertellen over wat nou de opbrengsten zijn van die Vuelta. Er waren toch ook best wel wat mensen die gingen tegen jouw redenering van vorige week in dat het helemaal niets oplevert voor de stad. Nou, ik geloof dat de eindberekeningen van die Tour de France, kijk wat dit gaat opleveren weten we dus niet precies. Maar ik begreep dat de eindberekeningen van de Tour de France op zijn best een kwestie was van kietspelen. En als je dan de hinder die dat een dergelijk evenement veroorzaakt voor de burgers die toevallig niet geïnteresseerd zijn in de start van de wielrennerij in hun stad, dan moet ik zeggen, vind ik het eindresultaat negatief. Of het ook veel geld oplevert, daar heb ik mijn twijfels bij. Ja. Ik bedoel, dat is ook eenzelfde praatjes heb je ook altijd over de Olympische Spelen. En daar blijkt altijd achteraf dat het eigenlijk een hoop geld heeft gekost en veel minder heeft opgeleverd dan iedereen dacht. Ja. Ik heb het bericht even bijgepakt. Pieter Philippart, die heeft ons in ieder geval gewezen op een stuk in de Volkskrant. De miljoenenrekening voor de Vuelta heet dat. Van vluchtheuvels verwijderen en dranghekken plaatsen tot het egaliseren van wegen. Uiteindelijk is de conclusie in ieder geval van deze lezing. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die komen met rekensommetjes waarbij het wel toegevoegde waarde heeft. Maar deze man en ook dit artikel zegt het kost tientallen miljoenen en het levert eigenlijk amper iets op dat in waarde is uit te drukken, behalve wat extra inkomsten in de horeca. Ja, dat lijkt me een hele verstandig man. En ik ben graag bereid om het daarmee eens te zijn. Want wat hij natuurlijk opnoemt, dat zijn alle dingen waarvan je de kosten nooit hoort. Hè. Dat er natuurlijk, en bovendien natuurlijk kun je nog rekenen in de kosten die het is voor bedrijven die tijdelijk zijn afgesloten of die zo'n raar bord voor de deur krijgen. Maar het gaat om de principezaak, naar mijn idee. Namelijk dat met gemeenschapsgeld wordt een puur commercieel sportevenement gekocht om zich voor te doen in jouw stad. En het wonderlijke van die sportevenementen is, het zijn helemaal in zekere zin geen Nederlandse aangelegenheden. Wij kopen in feite tegen aanzienlijke kosten de start van allerlei grote rondes in Europa. Of dat nu de Giro is, of de Vuelta, of de Tour de France. En straks begint de ronde van Polen natuurlijk ook in Wanneperve. Dat voel je toch wel. Hè? Ja, daar is dik geld aan te verdienen. Elke ronde kan elke startplaats verkopen of kopen. Ja. 15 miljoen kost het en het ministerie van VWS betaalt 3 miljoen ruim. En dan de provincies Utrecht en Noord-Brabant en de start- en finishplaatsen die betalen zo'n 7 miljoen. En de rest komt voor rekening van private partijen is uitgerekend door de Volkskrant. Het is toch volkomen krankzinnig. Besteed dat geld aan dingen die nuttig zijn op lange termijn, die structurele betekenis hebben. De start van de Vuelta heeft geen enkele structurele betekenis, 0,0. Dat is gewoon geld weggooien. En als ik dat er nog even bij mag zeggen, het Wilhelminapark is door de gemeente aangewezen als een festivallocatie. En dat zich daar af en toe iets afspeelt, heb ik geen bezwaar tegen. Maar het is een klein, oud, kwetsbaar park. Daar maak je niet een festivallocatie van.
kortom, laat de gemeente ophouden met de burgers te hinderen op allerlei manieren waar ze helemaal niet om gevraagd hebben, waar ook naar mijn idee bepaald geen meerderheid voor te vinden is. Ja, het is wel interessant dat dat dus ook doorkomstgemeentes zijn waar die Vuelta nou misschien een paar minuten doorheen raast, maar die moeten dus de burgers informeren met brieven, die moeten wegen afsluiten, omleidingen instellen, ja, eventregelaars zeker neerzetten, nou, noem zeker allemaal maar op. Dat is natuurlijk een enorme kostenpost. Ja. Ik heb al eens verteld over die Tour de France van een paar jaar geleden. Wat met name ook bij ons in de buurt een enorme hoeveelheid overlast veroorzaakt heeft. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook verhalen van mensen die zeggen, ja, die organisatie die levert dan van die mobiele regelaars, zijn er, zodat die gemeente dat niet doet. Het startpunt moet zijn dat het volstrekt absurd is dat tegen zeer hoge bedragen, je hebt er net een hele reeks van bedragen opgenoemd, niet waar, aan commerciële sportieve activiteiten die in feite wortelen in Frankrijk of in Spanje of in Italië, niet waar dat we daar in Nederland dat geld aan uitgeven. Dat is echt onzin. Ja. We hebben ook wat reacties nog gekregen van andere luisteraars. Bijvoorbeeld mensen die zeiden, ik liep te langs, ik werd misselijk van de drukte, zegt iemand die dat heeft laten weten. Waar wisselt hij van? Nee, ze werd misselijk van de drukte, zei ze toen ze dat. Oh, ze werd misselijk van de drukte. Ja, ongetwijfeld en geheel terecht. Het is idioot dat het gebeurt. Het is zo gek dat ik helemaal niet begrijp dat andere mensen het niet stapelkrankzinnig vinden. Als je toch uit de blauwe hemel zou horen dat de Ronde van Polen, dat die volgend jaar zal starten in Alblasserdam, dan denk je toch, is de mensheid gek geworden. Dit is niet anders. Ja. De Vuelta die in Utrecht start, of weet ik waar die startte, of in ieder geval door Utrecht komt. Waarom in godsnaam? Ja. Er zijn tal van plaatsen in Spanje die smachten om een start van de Vuelta, maar die hebben geen cent om die start te kopen. Ja. En de boeren waren er ook nog bij, hè, met hun protest. Die stonden met de tractoren langs de route. Ja, dat heb ik begrepen. En ook de tuinders, dus langs de land staat compleet Nederland. De ene helft van Nederland staat te juichen. Niet waarom dat ze in 3 seconden voorbij flitsen. En dan staat aan de andere kant van de weg staan alle Nederlanders die ontevreden zijn over vrijwel alles. Het is wel een hele, hele leuke combinatie eigenlijk. Ja, nou gelukkig zit jij lekker op Tesla en heb je dan niks van godzijdank heb ik, zit ik in mijn laptop op het terras. Ja. Niet waar, in een briesje. Heerlijk, ja. Wat vragen over het overlijden van Bram Peper, Maarten. Daar zul jij natuurlijk ook ach, wel... Bram Peper, ja. Ja, god, wat een ellende. Die heeft moeilijke laatste jaren doorgemaakt, voor zover ik dat weet. En dan komen we natuurlijk op zijn gloriejaren, namelijk als burgemeester van Rotterdam. En vanzelfsprekend, omdat hij net overleden was, werden die toch voornamelijk in betrekkelijk roze getinten berichten geschilderd, zag ik gisteren. En dat is wellicht terecht. Ik kan dat slecht beoordelen in dat die Skyline, dat zijn werk is. En dat die met die Riek Bakker, dat is zo'n stedelijk ontwerper. Dat die daar, dat zij samen eigenlijk voor die nieuwe Skyline van Rotterdam hebben gezorgd. Of je nou gelukkig moet zijn met die Skyline, dat weet ik niet precies. En dat ze ook voor die brug zouden hebben gezorgd, nou prima. Maar er waren natuurlijk ook schaduwkanten aan dat burgemeesterschap, namelijk het is algemeen bekend dat hij nogal heftiger op kon treden, wat ongelooflijk suf is. Wat deed hij dan? Hij schoffeerde zijn personeel. Ik heb ooit gelezen dat hij nooit de portier groette. Ja, dat is als dat zo is, nogmaals, ik heb het gelezen, ik was er niet bij, ik was de portier ook niet. Dan zou dat natuurlijk heel onverstandig zijn. Ik heb in dat tijd, toen die hele bonnetjesaffaire begon te spelen, want dat heeft hem in feite politiek ook de nek gebroken. Hij was toen minister van Binnenlandse Zaken, ik geloof in het kabinet Kok 2. Hij zou dus veel te veel bonnetjes voor allerlei particuliere hobby's en eigenaardigheden zou die door de gemeenschap hebben laten financieren. Overigens bleek na eindeloze processen dat ontzettend meeviel. Ja, dat was wel eens gebeurd, maar dat was toch over de hele linie klein bier. Maar dat heeft, de slag was kennelijk voor hem toch reputatietechnisch zo groot dat hij nooit meer teruggekomen is op het politieke toneel. Dus dat heeft hem getroffen. Nou ja, hij was in 98, dus reken maar uit. Toen was hij 58. Ja, hij was van 1940. 3 jaar ouder dan ik.
Dus ja, toen werd gezegd, toen die bonnetjesaffaire begon te spelen, dat is de wraak van het stadhuis voor het feit dat hij zo onaangenaam kon zijn en is geweest. Nogmaals, daar zou een goede biografie, ik weet niet eens of er een biografie is van Bram Peper. Die moet dan ook weer niet al te hagiografisch getint zijn. Maar je bent geneigd om wat ik nu net heb gelezen, afgelopen, wat is het, anderhalve dag, samen te vatten in de zin, ja, hij was een effectieve burgemeester, per slotverrekening 16 jaar burgemeester van Rotterdam geweest, maar hij heeft zich in de loop van die effectiviteit bepaald niet populair gemaakt. Je kunt je ook afvragen of niet waar Pim Fortuyn's spectaculaire verkiezingsoverwinning in wat is het, 2002, of die ook niet iets te maken heeft met laten we zeggen, de gloriejaren van een PvdA-burgemeester die zich een beetje losgezongen had van zijn traditionele kiezers, electoraat. Maar goed, dat is allemaal een beetje speculatie, mijnerzijds. Maar er waren natuurlijk redenen voor de afrekening. Die in zekere zin, ja, na vele processen bleek het allemaal wel mee te vallen met die bonnetjes. Maar het heeft hem toch politiek technisch de kop gekost. Maar hij is nooit meer op het politieke toneel teruggekeerd. Ja. Terwijl hij was heel invloedrijk in de Partij van de Arbeid, want dat kun je ook overal lezen, dat hij redenvoeringen van Den Uyl schreef en bovendien de naar mijn idee zeer betreurenswaardige reden van Wim Kok heeft geschreven, waarin Wim Kok blij is dat de ideologische vieren worden afgeschud en binnenkort geheel en al zullen zijn afgeschud. Ja. Misschien had de Partij van de Arbeid iets minder ideologisch moeten afschudden in de afgelopen 25 jaar. Dan zouden ze nu niet op die schamele 9 zetels zitten, denk ik. Dus de les is ook een beetje hierbij. Blijf ook altijd, op welke functie je ook zit, blijf gewoon vriendelijk en aardig tegen mensen. Ja, zeker. En zorg vooral dat bij declareren dat alles zo simpel mogelijk is en dat je nooit iets declareert. Niet waarvan iemand ook maar in de verte zou kunnen denken dat het eigenlijk je particuliere uitgave of je particuliere liefhebberij is. He? Ja, volgens mij heeft Rutte, die doet dat heel stellig. Die zegt gewoon, ik declareer helemaal niks. Dan kan er ook niks meer fout gaan. Ja, dat is ontzettend verstandig. Ik heb ook nooit in mijn leven iets gedeclareerd. Of er moet van tevoren worden afgesproken dat de taxi, dat die betaald zal worden door degene die jou willen laten komen. Ja. Ja, maar je mag Peper dus, als je kijkt naar wat hij gedaan heeft, wel de uitvinder van het moderne Rotterdam noemen. Ja, als het om die skyline gaat, ja, je weet wat dat is. Dat is die blokkendoos van Rem Koolhaas en allerlei andere torens die ernaast staan. Ja, god ja, heeft Rotterdam opgestoten in de vaart der volkeren. Ik ben zelf helemaal geen groot liefhebber van hoogbouw. Ik lees mijn broer over het feit dat hoogbouw meestal totaal niet noodzakelijk is en toch altijd een beetje een statusobject-achtige indruk geeft. Je bent riding high en ja, dan kun je diep vallen. En dat was dus deels niet terecht. Nogmaals, ja, niet alle bonnetjes bleken perfect, maar dat idee dat hij 10.000 over de balk had gegooid ten behoeve van zijn eigen vermaak, dat viel erg mee. Ja, en je had het net over Wim Kok. Hij heeft ook voor Den Uyl de Paradiso-reden geschreven. Ja, voor beide heeft hij redenvoeringen geschreven, zeker, ja. Ja, kun je eigenlijk zeggen dat hij daar dus ook voor het neoliberalisme eigenlijk al waarschuwde? In die toespraken? Nou, ik weet niet of die daar nou voor gewaakt heeft. Ten eerste heb ik die toespraken niet bij de hand. De enige waar ik enige herinnering heb was natuurlijk die van die afschudden van die ideologische vieren. Dat was een toespraak van Kok, die ergens in de tweede helft van de jaren 90, neem ik aan, valt. En het is mijn vaste overtuiging dat onder invloed van die enorme schaduw van het neoliberalisme, dat met name de Sociaaldemocratische Partij in Nederland, maar ook andere Sociaaldemocratische Partijen in Europa, veel te ver meegegaan zijn in die neoliberale kletspraat. Met verschrikkelijke gevolgen. Want dat is natuurlijk in het kabinet Rutte 2, voor zover er nog een viertje aan de kale kip zat, zou ik maar zeggen, is ook het laatste viertje eruit gerukt. Ja, er is ook een boek geschreven over door Duco Hellema onder andere.
over de kokjaren. En met als titel, dat hadden we nooit moeten doen. Dus die, laten we zeggen, die aftakeling of verrafeling van de sociaaldemocratie, dat is heeft in de jaren 90 is dat in een versneld proces geraakt. Ja. En heeft hij ook niet nog een tijd een relatie gehad met Nelly Kroes? Zeker, daar is hij jaren mee getrouwd geweest, bij mijn weten. Maar ja, dat, die relatie heeft ook de eeuwigheid niet gehaald. Geen idee, ja, het was een beetje een power couple heet dat. Hè? Ja, ik ben altijd geneigd van denken, voor zorg dat je nooit een power couple wordt. Want er moet altijd in elke relatie iemand zijn die bereid is om te zeggen, joh, wat zijn we nou toch aan het doen? Wat is dit voor flauwekul? Kan wel allemaal een toontje lager. Een ietsje minder. Hè? Ja. En hij heeft ook in de laatste interviews, heeft Peper nog gezegd, dat hoor je vaker bij ouderen, dat ze toch de laatste jaren van hun leven vrij eenzaam zijn. Hè? Daar wordt ook wel eens voor gewaarschuwd. En allemaal ja, zeker. Dat was hij dus kennelijk. Hij was, het was duidelijk dat hij... Ja, dat hij na al deze avonturen van de late jaren 90, dat hij een moeizaam bestaan heeft geleefd. Dat hij ook moeite had om zich aan die aftakeling, zowel, laten we zeggen, beroepsmatig als, naar ik begreep, lichamelijk, om zich daar aan te passen. Ja, die lichamelijke aftakeling, zoals je weet, daar ontsnapt niemand aan. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.